8 maanden na de moord op Edward Mink is de Zwanenbloem weer afgezet. Dit keer voor een reconstructie in en om de voormalige woning van het slachtoffer. En dat wekt bij sommige omwonenden verbazing. En dan denk je van, nou jongens, het moet nou toch een keer klaar wezen. Je vindt dat ze eigenlijk al het onderzoek hadden moeten kunnen afsluiten? Ja, want daar wonen er al nieuwe mensen in het huis. Die moesten er natuurlijk weer uit. Nou ja, zo blijf je natuurlijk aan de gang. Dus dan denk ik van, had het onderzoek gelijk plaats laten vinden, dan ben je gelijk klaar. Maar klaar zijn ze zeker nog niet. Na de moord worden vrijwel direct 2 verdachten aangehouden. De 39-jarige vriendin van Edward Mink, Linda van den B., die later weer wordt vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, maar nog wel steeds verdacht is in de zaak, en een vriend van Mink, de 24-jarige Hamed M. uit Den Haag. Later wordt er nog een derde verdachte aangehouden, een 40-jarige man eveneens uit Den Haag. Maar ondanks de 3 verdachten is er nog steeds geen doorbraak in de zaak. Een reconstructie moet uitkomst bieden. Ja, reconstructie kan duidelijkheid brengen in de verschillende verklaringen die zijn afgelegd. En is een verklaring wel of niet te toetsen aan de praktijk? En wat is er gebeurd? En kan het gebeurd zijn zoals is verklaard? Dus vandaar dat een reconstructie een belangrijke meerwaarde heeft. Want die getuigenverklaringen lopen nogal uiteen op dit moment. Ja, in dit geval kan ik op de verklaringen niet ingaan, want dat zou het onderzoek kunnen schaden. In en rond de voormalige woning van Edward Mink worden scènes van de avond van de moord nagespeeld. In bijzijn van een van de verdachten en getuigen. Alles wordt opgenomen met camera's en kan gelijk bekeken worden door de betrokken partijen. Een reconstructie vindt plaats in bijzijn van advocaten, de rechtercommissaris, het Openbaar Ministerie en de politie. En alles wordt nauwgezet vastgelegd hoe een en ander is gebeurd. Of de reconstructie ook al iets heeft opgeleverd, is op dit moment nog onduidelijk.